Hallo lieve vrienden, daar zijn we weer even. Ik wens jullie als eerste een hele goede morgen. En ook een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Zoals jullie zien, ik ben niet opgemaakt, maar dat moet nog. Ja, ik heb hem lekker gewassen, gepoedeld en gedaan. Ik ben weer schoon, netjes. En wat dat dan gaat voldaan. Met name mijn hondje nog, Frodo, die heeft zijn melkkorf nog op. Ik had het zo druk even. Dus ja, dat moet nog even los. Kom eens, schat. Goed zo. Happeta. We zitten vandaag alweer op woensdag. Op de 17e oktober. 10 uur 38. Zometeen komt mijn mannelijke begeleider weer. Ik ben eruit. Dus ja, zo van die doende ben ik weer wat vroeger dan, ja, voor mij doen, ja, ben ik vroeg. Normaal hoef je er niet zo vroeg uit als je niemand krijgt, hè. Vooral als je alleenig bent, is dat niet nodig, vind ik. Zo, bak je koffie erbij? Ja, ja. En dan zal ik zo meteen even een broodje nog klaarmaken. En als mijn haar droog is, dan ga ik weer naar boven toe. Het duurt bij mij altijd zo lang. En dan wordt het weer anders. Ja. Ik heb nog een klein beetje roze erin, maar ik doe er weer lekker paars erin. Dat was je er weer uit. Het is gewoon wax. Dus beschadigd het dus niet nu. En ander jaar zomer zien we wel weer. Hè? Ik laat nou weer lekker groeien. En rondom de bruiloft doe ik er geen kleur in. Nou, zorg ik dat het netjes zit. En dan komt het allemaal wel goed. Maar ja, de bruiloft is nog verder weg. Dat is 11 december pas. En zover zijn we nog niet. We gaan nu richting vrijdag 19 oktober. De grote dag dat mijn grote meid er eigenlijk laat opereren aan een buikwandcorrectie. Daar zit ik enorm tegenop. Ik heb fout gaan, weet je. Daar moet je niet vanuit gaan zeggen, maar toch. Omdat ik bang ben voor narcose, ja. Kijk ik daar ook wel, oh ja. Ik vind het eng, ik vind het griezelig en ik wil ook niet dat ik mijn meisje kwijt, nee. Ik ben mijn jongste meisje momenteel al kwijt, waar ik wel van blijf vechten. Maar eerst dit maar achter de rug en dan weer verder voor haar. En ja, ik weet niet wat daar in die stad afspeelt waar zij woont, maar niet veel soeps. Nee, mijn kind wordt gewoon gemanipuleerd en gehersenspoeld en beïnvloed. Maar ja, oké, nu eventjes over Karin. Ja. Ik ben trots op die meid, heel erg trots. Ook op mijn schoonzoon ben ik heel erg trots dat hij zich zo er doorheen weet te slaan. Want het zijn spannende tijden, weet je. Ja, het is niet een operatie van Jan Likmevesie. Het is niet een kijkoperatie of wat dan ook. Nee, het is veel meer dan dat. Dus ja, lieve schatten, ik ben trots op jullie. En ja, heel veel succes en alvast heel veel beterschap geweest. Ja, van deze heks hero in Den Helder. Ja, en ik hou van jullie. En Harald, ook jou vergeet ik, doe ik niet, lieverd, nee. Maar dit slokt me even mijn energie allemaal op. Armen weg. Die is overleden, zoals je ook wel allicht zal weten. Maar zet me tot hier, man. Ja. Maar oké, het komt wel weer goed, daar niet van. Nee hoor. Maar oké, lieverd, ik moet weer sluiten aan deze kant. En lieve vrienden, voordat mijn persoonlijke begeleider komt, die mag niet op de vlog van zijn baas. Dus ja, en ik ga broodje klaarmaken, dus ik heb zin in wat ik heb nog niet gegeten. Nou, dan moet er wel wat voedsel in, ja. Dus ik zeg het tot straks maar weer en geniet van de dag, geniet van het weer. Het is hier bewolkt, maar ook zon. Ja, het is gewoon vreemd weer.
Nou ja, proberen of het geniet ik de deur nog wagenwijd open. En omdat de zon lager staat dan normaal, heb ik bovenin twee theedoeken hangen. Ik weet niet of jullie dat zo zien. Ja, dat zien jullie. En dus ja, dat is vanwege de zon. Als ik bij mijn computer zit, dan zie ik helemaal niks meer. Nee, dus en als die zon verder opschuift, ja, dan wordt het steeds feller en feller. Dan zie je echt daar niks, want het schijnt ook de grond in de knauw. En dat zien jullie ook wel. Je krijgt een hele lichte bundel. Maar oké, ik zou zeggen, tot strakjes. Doei, doei. Daar ben ik weer even. Ja, mijn begeleider is net weg. Ik had jullie gisteren nog wat beloofd, want Chrissy had de tuin opgeknapt. Nou, dan ga ik jullie nou even tonen hoe netjes het is. Ik heb zelf, voor de vogeltjes van buiten, we hebben zo'n voerhouder, hek gevuld. En ik heb een vetbolletje al opgehangen. Het is eigenlijk nog wel te mooi weer, maar het is zo leuk, die vogeltjes in je tuin, gezellig. Maar ik zal het jullie laten zien, mijn stok even, die hangt bij mijn bureau. Dan gaan we die even halen. En dan ga ik zo meteen een bakje koffie maken. Ik heb er nog maar één gehad. En daarna ga ik mezelf opknappen. En toen zaten we in het zonnetje te genieten. Nou, de moestuin. Ik zal jullie eerst eventjes omdraaien, andere hand. Eventjes. Zo. Oh, wat zit ik te goochelen. Zo. Ja. De moestuin is dus schoon, zoals jullie zien. Het rek, ja, daar komt een nieuw rek voor. Maar dat oude, dat is even, blijft even staan als voorbeeld. Daarom is die er nog. Nou, die heeft Chrissy ook helemaal gesnoeid. Hij komt nog verder, maar eerst moet het mooie weer echt helemaal overwezen. Deze kant heeft ze ook helemaal omgeharkt. De vlinderstruik heeft ze gesnoeid, maar er komt allemaal weer nieuwe scheuten aan. Dat zien jullie wel. Nou, en dat ding heb ik dus net even gedaan. En daar hangt die vetbol. Nou, en dat had mijn mannetje nog gedaan. Dat is een heel goed idee. Dan kennen de kraaien er niet bij. En dat is net zoals mijn met die pindakaashuisjes. Die kennen jullie wel, denk ik. Zo haast wel. Nou, een vriend van ons, die heeft van het gaas, wat ook om de moestuin heen zit, een huisje eromheen gedaan. De vogeltjes kunnen er onderdoor, maar de grotes kunnen er niet bij. En hij heeft er een aanbord erop gemaakt, even een oude cd, het dakje verlengd. Daar schrikken de kraaien van. Dus ja, helemaal top, helemaal geweldig. Ik zal nee, dat is boven geloof ik. Geloof ik, denk ik. Dacht ik. Nou ja, dat zullen we beleven. Oh ja, die steken ze daar gewoon in. Die moet daar alweer in. Ja, oké. Proberen we vanavond even uit. En dan komt het vast en zeker wel goed. Mag ik hopen. Dat... Maar ja, komt ook wel goed. Ho, jullie draaien. Ha! Zo dan. Even vastdraaien eronder. Zo. Nou is het wel goed, toch? Ja. Dan gaan we een bakje koffie maken. En Ewen zit op mijn stoel. Mag dat? Oh ja, is het zo. Mag dat? Op vrouwtje de stoel notabene. Daar mag niemand op zitten. Ja, speciale stoel voor vrouwtje. Ja, nou kom, ik wil zitten. Zo, ik heb nog een heleboel te doen. Nou is mijn bril weer donker, leuk hè. Maar, dat heb je met meekleurende glazen. Nee, want ik moet zo ook nog naar boven toe ook sowieso mezelf opknappen. En mijn bedoeling was eigenlijk mijn bed af te halen en te verschonen. Maar of ik daar aan toe kom
qua lichaam, daar wil ik wel, maar mijn lichaam moet ook willen. En als die het niet wil, dan zeg ik daar ook van nee, verstandig om het niet te doen. Want ik verga nu al van de rugpijn. Dus ja. En ik moet mij eigen een beetje inhouden vanwege vrijdag dat ik dan naar Den Haag moet. Ja. Wat moet? Ik wil en ik moet. Ja, van mezelf. Want dan heeft mijn dochter me nodig. Dan heeft Karin mij nodig. Ja. Maar dan komt het goed. Ik ga er dan mooi heen. Kijk, als ze de tijden dat ze geopereerd wordt, dat merkt ze toch niet. Dus dan ben ik er ook nog niet. En dat red ik niet eens. Want ze wordt als eerste geholpen. Dus ja, dat is al heel vroeg. Nou, dan lig ik nog te slapen, ja. Die tijd. Dus dan draai ik me nog even een uurtje om voordat ik eruit ga. Maar oké, ik zou zeggen tot strakjes. Dan zie ik jullie wel weer. Doei! Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer keurig netjes opgemaakt. Paars in mijn haar gedaan. Bed verschoond met veel moeite en pijn. Kapot ben ik ervan. Ik ga nu eens een bakje koffie weer maken. En dan moet ik nog weg naar Lucardi. Even sieraden ophalen wat ik achteruit heb laten leggen. Omdat ik mijn portemonnee vergeten was, hoe dom Kees zijn. Maar oké, okay, maakt niet uit. Lucardi zit toch hier vlakbij. En dan heb ik het daar een mooie sieraden voor bij mijn nieuwe jurk die ik met de bruiloft aan zal trekken. Dan moet ik enkel nog wachten op mijn hoofddeksel. En ja, dat wordt denk ik wel bezorgd door zo'n busje. Als jullie hem zagen, denk ik wel, hè. Ja, moet kunnen. Ja, je ziet een busje, zo ja. Maar in ieder geval, dat busje, dat zoiets, dat brengt het. Maar ja, het komt ergens uit China, Japan, weet ik veel waar het vandaan moet komen. En daar wacht ik op en dan moet ik nog even nieuwe schoenen erbij. Maar ik kan geen hakken. Chrissy had gisteren de enkelaarsjes meegenomen, maar er zit zo'n hak onder. Maar kan ik niet lopen? Nee, ik heb platte... ja. Hoe groot is dat? Nou, zoiets. Daar kan ik wel op lopen, ja. Op die grote dingen niet. Dat gaat niet meer. Met mijn rug, nee. Maar oké, okay, maakt ook niet uit. Er zat er hier eentje te mekkeren. Hi. Hallo. Hallo dan. Kijk een mooie. Maar oké, okay, lieve vrienden. Geniet nog verder van de dag. Het is hier knap dichtgetrokken. Ik hoop dat ze droog blijven. Ik zal zo even bij het weer kijken op mijn telefoon, kijken wat die te melden heb. En dan hoop ik wel dat het droog blijft. En dat hoop ik voor jullie ook. Ja. En laat ze nog maar plensen. Ja toch, hebben we allemaal wat. Overdag droog, 's nachts mag het slecht weer wezen, als ik binnen ben. Ja, maar oké, okay, ze zeggen tot straks. Nou, lieve vrienden, ik vertrek eventjes. Mijn hondje heeft zijn melkkorf alweer om, Frodootje. Ik ga even de sieraden halen. En nog even, eventjes een stukje rijden door de stad heen. Niet ver, daar heb ik ook weer geen zin in, maar toch even buitenlucht. En dan kom ik weer en dan zien we wel weer verder wat we gaan doen. Ja, wat de middag nog verder brengt. Ze zeggen nu tot straks. Nou, ik weet niet of jullie dit kunnen, lieve vrienden, maar dit is een Romanesco. Ja, dat is een familie van de bloemkool. Dus een Romanesco. Ja, ik vind hem heel leuk en geweldig eruit zien. Dus ja, grappig hoor. Ja, lieve vrienden, daar ben ik weer. Ik ben al enige tijd thuis hoor, ja echt wel, want het is nu 18:27 Karin die had gebeld en die heb ik even teruggebeld en ik heb nou net neergelegen dat
gaat mijn telefoon weer. Dat ik moet boodschappen en al nog opruimen. Dat, ja, dat gaan we zo meteen even doen. En een bakje koffie erbij. Hier ook de boodschappen. En dat ik boodschappen deed. Ik had mijn camera niet mee, maar wel mijn mobiel. En daar ga ik ook nog even mee gevlogd. Dat hebben jullie dus al gezien nu. Over die leuke bloemkool. Ik vond het geweldig. Ja. Yeah. Ik heb het op een briefje gekregen. En dan hoop ik dat jullie dat zo kunnen lezen. Even kijken. Zo. Duidelijk toch? Dacht ik. Ja. Nou, in ieder geval. En ik heb een cocktail shaker gekocht. Maar die wordt niet als cocktail shaker gebruikt. Nee. Zo kunnen jullie hem beter zien. Wordt niet ervoor gebruikt. Nee. Waar wel voor, zien jullie wel als het klaar is. Ja. Raar, zou ik zo zeggen. En een geurtje van mezelf. En mijn sieraden gehaald. Laat ik niet zien, dat zien jullie 11 december. Ja, eerder niet. Dus het komt allemaal goed. Ik ga nou de boodschap opruimen en een bakje koffie maken. En ik ga vanavond aan de soep. Ik zou aan de penenuien wat we gisteren hebben gegeten met Chrissy. Maar het is mij nou daar te laat voor, ja. Dus ik ga aan. Denk de bruine bonensoep. Ik heb het net mee en ik heb bruine bonensoep mee. Bruine bonensoep heb ik al jaren niet meer gehad. Dus ik denk dat het bruine bonensoep is. Lekker. Dus ik zou zeggen, geniet van jullie avond en tot straks.